Alex Pastoor, hoe voel jij je? Hoe voel ik me? Um, nou, ik voel me prima. Hoe heb jij de afgelopen week uh, beleefd na de teleurstellende Nederlaag in Eindhoven? Nou, dat was wel een teleurstelling die we moesten verwerken. Um, maar ja, zoals in voetbal uh, heeft het uh, geen zin om in een teleurstelling te blijven hangen. Want uh, er staat een nieuwe wedstrijd voor de deur. En uh, daar is in uh, de loop van de week uh, al mijn aandacht naar uitgegaan. RKC, um, ja, zondagmiddag, half drie, half vijf. Iedereen die denkt, uh, ja, dat doen we maar even. En RKC is volop in de strijd voor de playoffs. Maar toch, dus zij het, yeah, goed dit jaar. Ja, maar je bent van mij gewend dat ik niet zo hard naar de tegenstander kijk. Uh, wel een beetje, om ons goed voor te bereiden. Dat we weten wat we kunnen verwachten. Dus al het werk wat ik doe, uh, en wat mijn collega's doen, en wat de spelers doen, is gericht op uh, onze eigen speelwijze. En. Uh, en daar is de hele week dus ook aandacht naar uitgegaan. Zie jij uh, dit als een wedstrijd? Dat je zegt van nou, um, ben je hem dan? Uh, is play-offs dan zeker wel haalbaar. Maar als je de, ja, dit niet zou winnen zondag, dan, dan is het eigenlijk klaar? Nee, ik denk uh, op geen enkele manier uh, op, uh, in die richting. Uh, deze competitie heeft ook aangegeven dat je alles wat je over standen en, uh, en ranglijsten zegt, ja, dat is een uur later alweer onzin gebleken. Uh, en tegelijkertijd uh, al het speculeren over wel of niet playoffs halen. Uh, we willen het graag. Nou, we hebben het uitgesproken en daarmee basta aan je werk en je concentreren op je taak en je functie. Dat geldt voor mij en dat geldt net zo hard voor de spelers. Is jouw ploeg, hè? Want uh, we, we spraken zelfs even met elkaar. Uh, ja, in staat op dit moment altijd uh, de eredivisie. Uh, heeft dat ook te maken, Alex, met, met kwaliteit in jouw ploeg? Uh, uh, zijn er dingen waar je van zegt of we die, die nou in mijn selectie hadden kunnen hebben al lang? Waar die beeld zeker geweest is. Is het niet zo dat jij vindt als support als je misschien te hoge verwachtingen hebben? Um, nou, dat is wel een interessante vraag. Want, uh, enerzijds, is het nou eenmaal zo dat je aan het einde van de rit uh, kom je te staan uh, waar je hoort te staan. Dat is in uh, 99 van de 100 gevallen is dat zo. Uh, het is ook zo dat we uh, in uh, heel veel wedstrijden hebben laten zien dat we heel, uh, heel goed en uh, ook heel aantrekkelijk kunnen spelen. Uh, maar ik vind ook dat je gewoon heel eerlijk moet zijn dat je uh, niet altijd in staat bent geweest om, uh, om die wedstrijden om te zetten in klinkende munt. Nou, dat heeft soms te maken met, uh, met het verdedigen en in ons geval heeft dat net wat meer te maken met uh, het afmaken van, uh, van sommige kansen. En daar moet je ook heel reëel in zijn, want uh, uh, het aantal gescoorde goals, dat hoort echt bij de positie waar we nu op staan. Het neemt niet weg dat we er volop aan, aan, aan deelnemen om, om in aanmerking te komen voor, voor die play-offs. Nou, dat, het geldt voor RKC ook. En, uh, en wij zullen dus moeten zorgen dat, uh, dat in deze wedstrijden uh, we de dingen blijven doen die bij ons horen, waar we goed in zijn. En dat brengt uh, de grootste kans op resultaat. En niet het uitspreken van we willen in de play-offs of we moeten dit of we moeten dat. Dat, dat helpt je nooit. Uh, aan je werk gaan, dat, uh, dat helpt je veel meer. Ik weet dat jij een man bent die niet echt uh, graag terugkijkt. Jij uh, zagende tegen mij: uh, ja, uh, Ferdinand, uh, voorbeschouwen of uh, ja, in dit geval, RKC graag. Maar toch, we zijn nu allebei wat rustig hoor. Want ik, ik zou je zo'n vraag nooit gelijk naar zo'n wedstrijd stellen. Dat is in mijn karakter denk ik. Maar goed, uh, uh, supporters, uh, NEC Herenveen geven jou de schuld bijvoorbeeld. Uh, waarom wist jou jij niet uh, PSV? Waarom ga je zo verdedigend voetballen? Kun jij zo die mensen uitleggen uh, waarom jij bijvoorbeeld tegen Herenveen niet wisselt? Of bij PSV zo verdedigend opstelt? Uh, nou, dat kan ik in ieder geval proberen. Uh, het is nou helemaal zo dat uh, als je een, een speelwijze kiest, en we doen dat eigenlijk het hele seizoen al hetzelfde, uh, dan, uh, dan weet je nooit wat de tussenstand uh, zal worden. Hè. Kom je op voorsprong of op achterstand. Nou, de laatste weken zijn we er vaak in geslaagd om op voorsprong te komen. En dan weet je dat een tegenstander die gaat je onder druk proberen te zetten, want die willen proberen om de gelijkmaker te maken. Nou, dat geldt zeker voor ploegen die bovenaan staan, uh, zoals Heerenveen uh, en PSV dat waren. Uh, op het moment dat het in, in het veld iets gebeurt uh, zoals je het eigenlijk niet wilt hebben, of je wilt dat je team anders reageert, ja, dan sta je een aantal dingen ten dienste. He, je kunt uh, wisselen om het wisselen, maar je kunt ook de spelers die op dat moment op het veld staan aangeven wat je van ze verwacht. Is dat ander gedrag, of wil je gewoon dat ze wat anders gaan spelen, of in een andere velbezetting, of verder naar voren of verder naar achteren? Nou, op het moment dat je dat doet en er uh, kan geen gehoor aan gegeven worden door de spelers, door wat voor reden dan ook. Ze zijn bang of ze begrijpen het niet of ze kunnen het niet. Pas dan maak je gebruik van uh, het middel om eventueel te wisselen. En dan nog moet je je altijd afvragen: heb je dan de overtuiging dat het daarna beter gaat? Nou, op het moment dat je dat niet hebt, dan wissel je niet. Op het moment dat je dat wel hebt, dan wissel je waarbij je ook, want dat is het, het moeilijke van wissel ook, dat je nooit van tevoren weet of de wissel zo gaat uitpakken zoals je van tevoren op de bank met elkaar besproken hebt. Dat weet je nou helemaal niet. Dus bij ERF1 geef jij gewoon rijk aan. Um, ik heb geen seconde nagedacht over het wisselen voor de 2-2, omdat jij zag dat er in het veld bepaalde mensen waren die ze niet uh, aan afspraken hielden bijvoorbeeld. Nee, nou, tegen NEL is waar. Natuurlijk hebben we dat overwogen. Alleen op het moment dat de gehele technische staf de conclusie trekt. Maar door het inbrengen van Jan voor Piet, dan gaan we dat probleem daar niet mee uh, verbeteren. Ja, waarom zou je het dan doen? Duidelijk. RKC, dus. um, iedereen kijkt er naar uit hier in het golfstadion. Stadion. Um, mensen, ja, dat is uh, Nijmees publiek, die, uh, die, die verwachten natuurlijk een, een play-offs, omdat we vinden dat er de selectie nou staat. Um, Deur jij die gedachte ook, zeg jij in dit elftal lopen inderdaad voetballers die eigenlijk uh, zo kwalitatief goed genoeg zijn om NEC ook daar uh, over dat, uh, overheen te loodsen. We zagen van de week Champions League voetbal, gehoofd de jongens voor miljoenen missen up penalties. Uh, ja goed, uh, kun je dan wel ook eerlijk een blik weer hebben op het feit dat NEC ook bepaalde jongens heeft. Maar vertrouw je daar ook op, op die jongens, op die, op die uitschieters die naar Ajax gaan. De jongens die, uh, die, 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 die uh, getalenteerd zijn dit jaar. Ja, als ik één ding geleerd heb, dan is dat het. Uh, je weet nooit of je een goed resultaat gaat halen. Want een tegenstander doet mee, een scheidsrechter doet mee. Het veld of het weer speelt wel eens een rol. Uh, maar ik heb uh, wel heel veel vertrouwen in de spelers die wij hier in onze selectie hebben. En uh, of je daar uiteindelijk mee de play-offs haalt en of de play-offs wint, dat weet je nooit van tevoren. Uh, het enige wat je kunt doen is elke dag steenhard werken om ervoor te zorgen dat die kans gewoon groot is. Nou, en dat doen we, dus daarin kunnen we onszelf niets kwalijk nemen. En we kunnen bij sommige uh, momenten alleen maar hopen dat we uh, de juiste beslissing nemen. Nou, en in de regel is dat uh, tot nu toe redelijk gelukt. Uh, en je weet nooit of dat zo blijft. Bij RKC loopt een, uh, ja, toch wel meerdere jongens: Voelk en Alkmak, uh, ja, Karim van Stali, maar ook een, ook een uh, Rik daarvoor, die een eigendom, tenminste waren van NEC, Rick nog steeds, komt dit terug. Uh, leuk ook uh, om te zien hoe hij zich uh, ontwikkeld heeft, met name daarvoor. Want hij komt weer terug naar uh, NEC volgend jaar. Um, ja, nou, ja. Uh, hij heeft een, een, een zeer waardevol seizoen uh, straks in, uh, in de bagage. En, uh, en dat is heel goed en leuk voor Rick. En, uh, en dat is ook goed voor, uh, voor NEC, want het verhuren van Rick aan uh, RKC was uh, precies om die reden bedoeld. Dus al met al gewoon een geslaagde missie. Ja, het is natuurlijk nog niet helemaal af, maar uh, het is altijd goed uh, als je gewoon zegt van uh, nou eerlijk is eerlijk ik ga in uh, eerste aanleg geen gebruik van je maken en misschien in tweede aanleg wel om dan uh, je aan je belofte te houden en de belofte aan Rick was op het moment dat dat je overkomt dan mag je verhuurd worden nou NEC heeft zich keurig aan die belofte gehouden bij monden van Carlos Albers en uh, dat ondersteuning van harte en, uh, en hij is nu regelmatig aan spelen toegekomen Ofschoon hij natuurlijk wel eens wissel heeft gezeten en geblesseerd is geweest. Maar uh, ook eens even van omgeving veranderen en uh, een erevisie minuten maken. Ja, dat is heel goed voor ik. Heel duidelijk. Ja, goed. Um, natuurlijk uh, is er uh, is een wedstrijd. Uh, we weten dat Koolwijk gesforst is. Um, hoe is het met Van der Velde? Uh, goed. We moeten wel voorzichtig met hem doen, maar uh, hij is inzetbaar. Heb je al een beetje een idee hoe je het gaat opvullen, het graf van Koolwijk? Wie je daarvoor uh, wilt gaan gebruiken? Ik weet dat ik het niet zo graag wil vertellen altijd, maar toch. Ja, ik weet het. We hebben niet tegen <laughs> Nee, dat hoeft helemaal niet. Niet belangrijk? Nou, niet belangrijk. Voor de speler in kwestie, natuurlijk wel. Maar uh, we hebben hartstikke veel opties. Uh, de jongens staan er hartstikke goed op. Ook de jongens die, uh, die regelmatig niet vanuit de basis spelen. Dus uh, ja, welke optie we ook kiezen, daar hebben we vertrouwen in. Ja, even toch ook weer, want het uh, nieuws blijft ook maar komen. Uh, ja. En in zei wat versterkingen. Ik weet ik je zegt, je moet bekaler zijn over de transfers, Maar toch vind ik het ook wel leuk om te horen van een trainer wat hij daarvan vindt. Geert Arend, Roorda bijvoorbeeld, bekende van jou. Is dat ook wel een jongen die jij echt heel graag erbij zou willen, ja, willen hebben? Dat, dat zou ook wel. Maar ben je blij dat hij gekomen is, van NEC gekozen? Ja, natuurlijk. Uh, de gesprekken die ik met de directie heb over uh, het aantrekken van eventuele nieuwe spelers. Of het verlengen of... Uh, of vervangen van spelers, die gaan er gewoon over dat je met elkaar tot een zo sterk mogelijke selectie komt. Dus wat we eigenlijk proberen te doen, is zoveel mogelijk goede spelers aantrekken in onze ogen. Nou, ik denk dat uh, Geert Arendroor, maar ook de andere jongens die deze kant op zullen komen, dat, dat, dat die aan dat profiel voldoen. Wat wil jij naast een Stijne Lojo en uh, uh, ja, Roorda uh, nog meer hebben? Wat, uh, welke positie wil jij graag nog uh, ingevuld hebben? Waar je, je toch nog meer kan overtuigen voor ons seizoen? Ja, maar ik ga daar geen enkele uitspraak over doen. Want uh, ik kan een heleboel posities en namen gaan noemen. Nou, dat doe ik sowieso niet. Zoveel mogelijk goede spelers, daar zul je het mee moeten doen. En uh, ik moet toch zeggen, we zijn het voorbeschouwen op RKC. Dat is heel duidelijk. <laughs> <laughs> Inderdaad. RKC, dus ik wens je heel veel uh, succes. Uh, daarnaast is er een, uh, een feest vanuit de sportvereniging. 50 jaar, wat leuk? Ja, ik ben erbij. Zou het ook echt een feest gaan worden? Waarom niet? Ja, dat zal afhangen van het uitslag natuurlijk. Ja, een feest is een feest. Maar ook dat, jou, ja, dat maakt jou natuurlijk wel uit, maar jij ja, dit wel zin in. Ja, natuurlijk. Succes. Dank je.